Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en vandaag deel ik je mijn setup die ik gebruik voor de F1 2022 League race van dit weekend. En blikken we een klein beetje vooruit op de race van Imola. Dat doen we vandaag in de Red Bull van Max Verstappen en dat heeft dus een weg mee te maken. Max Verstappen moet het gaan brengen, want je kent het verhaal denk ik natuurlijk wel. Twee keer uitgevallen al dit seizoen, 46 punten achterstand op Charles Leclerc. Dat lijkt een onmogelijke opgave, maar als iemand het kan, dan is Max Verstappen het. Maar dan moet het wel hier beginnen. We hebben nog een flink aantal races te gaan. Dit is een van de eerste. Elke week is nu een finale, gaan we dat nu zeggen. Maar dit is een van die races waarbij die absoluut volle punten moet gaan pakken. En dat is ook absoluut mogelijk. En wij gaan het in ieder geval proberen te bewerkstelligen vandaag in deze video. We zijn hier op het circuit van Imola. Een circuit, bijzonder technisch circuit. Bijzonder moeilijk circuit ook om in te halen. Dat is belangrijk om rekening mee te houden. Maar het is ook het circuit waar Max Verstappen natuurlijk vorig jaar een prachtige overwinning heeft behaald. De pole position ging naar Lewis Hamilton. Maar we kennen denk ik allemaal nog wel de start van de race waarbij Max bijzonder agressief was. Maar fair. En daarbij Lewis Hamilton wist in te halen. Mogelijk staat dat ons ook te wachten. We beginnen vandaag vanaf een derde positie. Een circuit dus van 5 kilometer lang. 1 DRS-zone maar. Dat draagt er onder andere aan bij dat het wat moeilijker inhalen hier is. Maar er zijn ook bijzonder smalle stukken waarbij het dus gewoon überhaupt lastig is al om twee auto's naast elkaar op de baan te krijgen. Maar hoe dan ook, we zullen wel moeten. Wish me luck. Maar voordat we gaan racen, deel ik nog heel even mijn setup voor dit weekend met je. En dit is een setup van Marcel Kiefer. Misschien ken je hem. Hij is een e-sports driver bij Red Bull Racing. En als we dan kijken naar de aero, is het 8 voor, 10 achter. En bij de transmission 100%, 56%. Suspension geometry, min 2.6, min 2, 0.1 en 0.2. De suspension is 171, 827. En de remmen 100% en 50%. De bandjes 23.8 voor en 23.5 achter. En ik zal deze setup ook hieronder in de beschrijving erbij zetten. Dan starten we vanaf P3. En we hebben wat goed te maken met Max Verstappen. Ging het al bijna mis bij de start. We gebruiken de overtake button. Het scheelde niet veel met Hamilton. Nu tijd om Perez te pakken, want Perez doet het gewoon buitengewoon goed dit seizoen. Maar willen we nog kans maken op het wereldkampioenschap? Dan is het wel belangrijk dat de tijd gaat keren voor Max Verstappen uiteraard. Erg langzaam. Dus even de overtake button gebruiken om aan te kunnen blijven haken. En dat doen we gewoon hier weer. Hier bij de zwarte box aan de zijkant remmen. We zien hier de apex volledig, maar het is nog geen ramp. Blijf gewoon in de slipstream. Ik pak hem straks met DRS. Niet overhaastend hier gaan zitten forceren, want het is een circuit waarbij het erg lastig inhalen is. Oh, klein moment van overstuur. Dit is een circuit waar het erg lastig inhalen is. Dus je krijgt in principe maar 1 kans per ronde. Heel misschien 2. Maar vooral... wanneer je niet redt... is je kans zeker verkeken voor die ronde. Maar misschien zelfs ook de ronde daarna. En in een korte sprintrace is dat finesse. We zien hier dat we erg zwak zijn. Je kan flink afsnijden over die broodjes zonder daarvoor bestraft te worden, maar
hou er wel rekening mee dat het de balans van je auto... Oh, nee. Dit is balen, maar ik denk dat we hem gaan pakken. We hebben geen DRS nodig. Gaan we rechts langs zijn? Gaan we dat redden? Ja, moet toch. Nog een beetje ruimte gelaten voor hem. Maar moeten we oppassen dat hij ons niet zo meteen kan terugpakken. Hier niet te vroeg op het gas gaan, want hij staat direct zijwaarts. Kijken of we nu wat weg kunnen rijden bij Perez. Raak daar absoluut de apex, maar niet het broodje. Want je bent echt gezien. Dus zorg dat je hier voldoende afremt, want ik vind dit toch de lastigste bocht van de circuit. Niet deze, maar die we dus net hebben gehad. Kijk, je ziet ook hier dat ik toch wel hier de meeste tijd verlies. Maar het gaat vooralsnog aardig. En we hebben nog genoeg ERS, dus dat gaan we nu gebruiken. Bijzonder uitdagend circuit, maar absoluut niet een van mijn favorieten. Vrijwel elke race die ik hier rijd, die ik race althans, of online races, gaat er wel wat mis. Zo ook nu. Dat waren de linkerbandjes in het begin. En dit is toch... waar ik het dan ook over had. Lastige bocht. Vaak erg veel oversturen omdat we net wat airtime pakken bijvoorbeeld. Maar we houden hem nog achter ons. 17 op dit moment. Maximaal gebruik maken van het asfalt. Laatste ronde. En de snelste ronde net gezet door Lando Norris. Perez op een seconde. Hier bij 50 meter bord. Twee keer terugschakelen, insturen. Deze was niet heel clean, maar it does the job. Hier erg langzaam. Maakt een klein foutje. Dat is niet fataal. Toch Perez nu op 14e, 13e, gaat wel kleiner. Maar in principe is er niet echt plek meer om in te halen. En dit kleine stukje richting de finish is toch te kort. Bam! Dat was hem. Eindelijk weer een overwinning voor Max Verstappen. En het is maar de vraag of we dat natuurlijk ook dit weekend gaan zien. Ik hoop het wel. Het is ook belangrijk voor het kampioenschap dat hij in ieder geval weer een goede stap zet in de juiste richting. Dat is een race winnen. Die is ook nog eens met een pole position en een snelste ronde natuurlijk. Maar we hebben niet in de hand. Laat vooral hopen dat de Red Bull heel blijft dit weekend. Want dat blijft toch wel een dingetje. Al twee races is de Red Bull uitgevallen. Eén keer Perez, twee keer Verstappen al. Waardoor hij volgens mij even uit mijn hoofd op 46 punten achterstand staat op Charles Leclerc. Wat een heel groot gat is. Maar we hebben ook nog echt een bijzonder lang seizoen te gaan. En ik heb de hoop nog niet opgegeven. Het zal erg moeilijk worden.
Maar er zijn gekke dingen gebeurd in F1. Laten we het seizoen van vorig jaar erbij pakken. En dan weet je denk ik wel genoeg. Dit was hem dus. De race van Imola. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Mijn setup dus. Met de race. En ik wens jullie een heel fijn weekend. En veel plezier alvast bij de race. Check je later. Ciao.